Ze had gevonden wat ze heel erg hoopte te vinden. En laten we wel zijn, de meeste mensen, of heel veel mensen in het leven vinden het geluk nooit. Mm. Blijven zoeken en dolen. Eigenlijk had Guus, toen zij een jaartje of 32 was, zo, zei zij tegen mij van ja, jij hebt altijd alleen maar je hart gevolgd. Alleen maar heel gestaan voor echt dat hele oergevoel. Ze, dat heb ik nooit gedaan. En toen is ze hier naar de zon gegaan. En toen kwam ze 2 weken later terug met wat in beginsel Hoezel en Pip was. En daar was ze ook heel trots, omdat dat... Het gaat er toch om uiteindelijk dat jij vindt wie je bent en dat jij het vuur voelt branden in je ziel. Dat is waar het om gaat. Door Hoezel en Pip worden we nog dagelijks aan Guusje herinnerd. Na haar dood houdt Dinant deze bijzondere nalatenschap in ere, samen met zijn huidige vrouw Lucy. Hij ontmoet haar kort na het overlijden van Guusje in Engeland, waar hij toen een plaat opnam met Kane. Hij was er, maar zijn ogen waren helemaal... Is gewoon bedoofd. Mm. En tijdens de meeting hoorden we allemaal dat zijn vrouw was net overleden. Wij waren in shock, zo van, wat doet die man hier? Mm-hmm. En dan dacht ik, nou, daarom zit hij zo. Dus dat was mijn eerste kennismaking met Dinan, maar ook het hele verhaal. En ja, tuurlijk, gelijk heel heftig. Ook voor iemand die in een ander land woont, die heeft nooit Guus gekend. Wie ook niet wist op dat moment dat er een kindje was. Weet je, nog steeds iemand zo jong kwam er echt binnen. Mm-hmm. Dus ik had gelijk heel veel respect voor hem. Zo, want hij was er wel echt. Hij was er daar, maar ja, ook niet. Ondanks de moeilijke periode waar Dinant doorheen gaat, slaat de vonk tussen de twee over. En Lucy verhuist naar Den Haag. Ze trouwen in 2009 op Ibiza. En samen krijgen ze 2 zoons. En je bent dus niet een hele mooie moederrol gestapt, maar ook nog eens... Heb jij het idee van Guus samen met Dinant natuurlijk, ja, voort kunnen zetten? Ja, wij zeggen altijd het is een familiebedrijf. Begonnen door haar en nu doorgezet door wij. En ja, dat vinden we echt... Ja, dat vind ik heel mooi natuurlijk. De kinderen zijn niet bezig met het verhaal. Maar wij nog steeds wel, weet je. En die mensen in onze team ook. Het is wel, wij voelen gewoon, wij zien het... Het is echt inspirerend eigenlijk. Heel veel positiviteit, heel veel licht, maar ook heel veel trots dat we kunnen doen. Van de Hoezel en Pip boekjes worden er meer dan 2,5 miljoen verkocht. Er komen cd's, knuffels, een theatershow en een tekenfilmserie. Een deel van de opbrengst van Hoezel en Pip gaat naar het Guusje Nederhorst Fonds, dat zich inzet voor dieren en kinderen. Ik ben echt gek op kinderen en beesten en dieren en mensen verzorgen. Ja, vind ik het leukst. Het is gewoon wat wij doen met Hoezel en Pip en met Drogenjager. Wij zijn heel erg achter. Wij delen gewoon geluk. We delen gewoon het geluk van ons als familie. De filosofie achter Hoezel en Pip. De reden waarom ze allemaal anders zijn en anders mogen zijn met elkaar. En ook allemaal met elkaar willen zijn. En dat probeer op een hele leuke, onschuldige manier mee te geven aan de mooiste mensen die er zijn. Begin dit jaar verscheen er zelfs een bioscoopfilm over de 2 hondjes. Hoe vond je het? Hoe was het om erbij te zijn? Ja, heel erg leuk. Kijk, het is natuurlijk echt het kindje van Guus. En ik ben zo trots op wat Dinant en Lucy met z'n tweeën hebben gedaan. Het is zo groot gemaakt. En, het is still alive, om het zo maar te zeggen, als ja, ik kijk. Sowieso. Ja, toch? Ja, alleen om die reden hoop je dat er nog iemand, dat je, als je overleden bent, van bovenaf nog een beetje mee kan kijken. De droom van één met die droom van velen. En als je de zaal in kijkt en je ziet al die kids en die zitten helemaal op het puntje van de stoel. Ja, dat is gewoon fantastisch. En zo blijft de droom van Guusje Nederhorst levend. Ik heb jou voorgesteld ooit aan Guusje. Daar zijn hele mooie dingen uitgekomen. Je bent nu met een prachtige vrouw. Prachtige kinderen, nog eentje op komst. Gefeliciteerd trouwens. Of was dat nog niet bekend? Nou, bij deze dan. Was niet bekend dat het een meisje wordt. Het wordt een meisje! Alle geluk, alle liefde en hopelijk dat Hoezel en Pip natuurlijk gewoon de heel veel harten veroveren van nog heel veel kinderen. Top. Dankjewel. Dankjewel jongens, zet hem op hè. Super cool. Dankjewel.